Dit is Papa Al van 0 Eco Tango Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 8 juli 2016. Dit is het bulletin van vrijdag. Vandaag uiteraard weer meerdere morse woorden, zoals meestal in 12, 8, 15 en 26 woorden per minuut. Daarnaast een SSTV-plaatje, dit keer in PD90, omdat het plaatje in PD50 er gewoon niet goed uitzag. De foto hoort bij een van de onderwerpen in deze uitzending. Vandaag hebben we precies twee onderwerpen met een stukje opinie over een van die onderwerpen. En vandaag dus geen deel over van de serie over digitale spraak. Op de laatste dag van Friedrichshaven, 26 juni, hebben meerdere amateurs van de projectgroep .540 uit Haarlem en ver daarbuiten een paar interessante proeven gedaan met ATV-verbindingen tussen Duitsland en Oostenrijk. De verbindingen vonden plaats met zowel analoge ATV als met DVB-S-2 smalband ATV op de banden 10 GHz. 23 centimeter en ook op 70 centimeter. En 10 gigahertz is 3 centimeter, dat had ik beter kunnen zeggen. Alle waren over een afstand van 43 kilometer, behalve eentje die via een repeater was. Het gaat te ver om alle details van de verbindingen te noemen, maar ik doe mijn best. Deelnemende calls waren Papa Echo 2, Juliet Kilo Oscar, Papa Alpha 0, Charlie Delta Yankee, die zaten in Oostenrijk, PNL Romeo Juliet Victor en PNL Bravo Delta Charlie zaten in Duitsland. Verder waren ook PA9 TV en PA3XA nauw bij de experimenten betrokken. Onder andere werden er op 10 gigahertz meerdere vol duplex ATV QSO's gevoerd, ook om het groot signaalgedrag van de gebruikte LNB's te testen. Op 23 centimeter werd er met digitale smalband ATV volgens, zoals gezegd, DVB-S2 een simplexverbinding in twee richtingen gemaakt. Dat ging zelfs met gereduceerd vermogen van 100 milliwatt nog met B5. De verbinding ging ook goed op een big wheel antenne die op 23 centimeter beter een klein wieltje antenne genoemd zou kunnen worden. Verder werd ook op 70 centimeter met DVB-S2 een smalbandverbinding gemaakt, zowel met 30 watt als met 100 milliwatt, met aan de ene kant van de verbinding een 10 Elements Loopjagi en aan de andere kant een HB9CV. En dat ging prima, zelfs met 100 milliwatt. Smalband ATV met DVB-S maakt het mogelijk om ATV uit te zenden met bandbreedtes een stuk kleiner nog dan 1 MHz. Bij de huidige drukke bandbezettingen is dat een uitkomst om daar toch met ATV te kunnen werken op die drukke banden dus. In Engeland wordt met de modus tussen 146 en 147 MHz geëxperimenteerd en tussen 70,500 en 71,500. Terwijl er ook in meerdere landen plannen zijn om in de 6 meter band op 50 MHz dus wat met deze manier van ATV uitzenden te gaan doen. Agentschap Telecom en de Inspectie Veiligheid en Justitie hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de effecten van de stroomstoring die op 27 maart 2015 in Diemen plaatsvond. Zo valt te lezen op de website van AT, www.agentschaptelecom.nl. Het onderzoek laat zien dat het telecomnetwerk bij een langdurige stroomstoring kwetsbaarheden vertoont. AT heeft gekeken naar wat voor gevolgen die stroomstoring had op bijvoorbeeld telecomnetwerken en telecomdiensten. Daarbij bleek dat telecomnetwerken bij een langdurige regionale stroomstoring niet meer goed werken. Al vanaf 30 minuten en zeker na 2 uur is er een grote kans dat mobiele netwerken het niet meer doen. Dit heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor de bereikbaarheid van 112, wat zo'n situatie dus ernstig maakt. Telecomproviders zijn verplicht om bij een stroomstoring de toegang tot het nummer 112 overeind te houden. En uit de storing bij Diemen in het voorjaar van 2015 bleek dat dit dus niet gebeurt. AT stelt hierover dat een maatschappelijk debat moet plaatsvinden om te bepalen of het nodig is om hiervoor een norm vast te stellen en ook welk risico aanvaardbaar is. Overheden, bedrijven en consumenten kunnen bij een langdurige stroomstoring geen gebruik maken van hun mobiele telefoon. Door het uitvallen van modems is het ook niet meer mogelijk om te internetten en om te bellen via vaste telecomnetwerken. Voor noodcommunicatie moeten zij afwegen hoe zij kunnen terugvallen op mogelijke alternatieven, zo stelt de site van AT. Het onderzoek geeft de betrokkenen inzicht in de effecten van de stroomstoring en lessen voor de toekomst, zo gaat de tekst op de site verder. Aandacht voor de kwetsbaarheid van telecommunicatie en de gevolgen voor crisiscommunicatie vormt daarbij een essentieel element. Het agentschap zal de ontwikkelingen volgen. Het rapport van AT over dit onderwerp is onderaan het artikel hierover op de site van AT te downloaden. Ik heb op dit voorgaande item een opinierend commentaar, zoals ik dat af en toe in deze uitzendingen heb. Ik heb de afgelopen jaren veel over dit onderwerp gepubliceerd, dus ik weet een klein beetje waarover ik het heb. Ik vind eigenlijk dat AT in de tekst wel heel gemakkelijk voorbij gaat aan het niet werken van zo'n noodnummer. De tekst stelt dat providers de plicht hebben om te zorgen dat 112 niet uitvalt. En vervolgens stelt de tekst dat nu dat nummer toch uitvalt er een debat moet plaatsvinden. Dat vind ik raar. Moeten de bedrijven niet worden aangepakt als ze niet aan hun verplichtingen voldoen? Daar hoeft in het geheel geen debat over plaats te vinden.
Er is hier mijns inziens sprake van een ongepaste voorzichtigheid van met name de politiek tegenover de grote en machtige telecombedrijven. Tot een jaar of 15 geleden was de situatie overigens heel anders. Toen was nog het inmiddels ontmantelde vaste net van PTT en later KPN overeind. Onder iedere telefooncentrale bevond zich verplicht een generator met een verplichte brandstofvoorraad voor 3 dagen tot een week. Het was ooit onderdeel van de onderhandelingen over de bruidsschat van het voormalige staatsbedrijf toen het bedrijf zelfstandig werd. Het huidige PostNL mocht de eerste jaren de tarieven voor een brief niet verhogen. En het huidige KPN moest zorgen dat tante Truus uit Appelschaar ook kon bellen en dat die noodstroom overeind kon blijven. De politiek heeft vervolgens toegestaan dat deze veilige situatie kon veranderen in de huidige redelijk onveilige situatie. Ik denk dat dat de kern moet vormen van een debat, als dat debat dan toch moet plaatsvinden. Ik denk dat een terugkeer naar die situatie met voldoende noodstroom van meerdere dagen voor de noodnummers daarvan de inzet moet zijn. Ook al moeten daarvoor zelfs de internetrouters van noodstroom worden voorzien, want dat is de praktijk. Het is simpelweg niet acceptabel dat je binnen een half uur de politie al niet meer kunt bereiken, omdat bij een wat grotere calamiteit waarbij veel mensen zullen gaan bellen, dat nummer wel eens langer dan een half uur overbelast zou kunnen blijven. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x-dv.me. Ten slotte nog een kleine update over de middengolfvergunning. Op dit moment zijn er 45 aanvragen binnengekomen, zo laat AT weten. Hiervan zijn 20 vergunningen verleend. Het gaat om 14 vergunningen voor de 100 watt en 6 voor de 1 watt vergunning. Ja, tenslotte is er vanavond weer de lange uitzending op PI3 UTR en dat is vanaf 10:30. Papa, Alpha, Zero, Echo, Tango, Echo.